De luchthavenbijdrage per passagier, die nu 65 Amerikaanse dollar bedraagt, heeft geen invloed op de reiziger. Zo benadrukt toerisme-directeur Rabin Buddha in gesprek met onze nieuwsdienst. De afgelopen dagen is er veel verwarring ontstaan door een bericht over de herverdeling van de luchthavenbijdrage. Vooral op social media was de veronderstelling dat er een extra $65 betaald zou moeten worden op de luchthaven. Buddha benadrukt dat dit bedrag slechts herverdeeld is tussen enkele diensten van de luchthaven. Het gaat om de vertrekbelasting, waarbij voorheen het $66 was en dat werd verdeeld onder 4 stakeholders. Thans is het niet meer nodig dat het verdeeld wordt onder 4 stakeholders, maar dat het verdeeld wordt onder 3 stakeholders. En dat is bij een resolutie slechts aangepast. De belasting die de bezoeker al ging betalen, het is zelfs met $1 verlaagd, van 66 naar 65. En dat was al berekend in de ticket. U moet weten, een ticketprijs, we zien het niet als klant, maar een ticketprijs is opgebouwd uit een aantal componenten. En vertrekbelasting is één van die componenten. De directeur van toerisme wil hiermee een ieder geruststellen en garandeert dat niemand meer zal betalen dan al werd betaald voor vertrekbelasting. Die is opgenomen in het totaalbedrag van een ticket. Het volledige interview met Rabin Buddha over de toerismesector in Suriname is morgenavond om 8 uur te zien in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1.